Wat is er zo leuk aan deze plek? Dat het één groot artiestenreservaat is. We hebben allemaal een pasje. Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door subculturen. Hoe is het om erbij te horen? En waarom wil je erbij horen? Vandaag doe ik mee met Vikingen. Damn. Ik word gelijk in de kleren gehesen. Ja, het is nog geen 10 uur. Om 10 uur begint het. En dan, brillen af, al het moderne spul weg. Iedereen is... Want hoe moet ik dat dan doen met die kamer? Kan dat dan wel? Of hoe, Ja, daar hebben we toestemming voor gevraagd. Ah, oh, oké. Okay. Dit is mijn outfit. Wij proberen zo goed mogelijk het Saksische leven uit de Asteel te laten zien. Sommigen van ons doen het ook echt thuis. Die zijn thuis ook bewust bezig met het ritueel. We hebben ook allemaal, bijna allemaal, onze eigen namen. Dus ik ben Musara. Dan hebben we nog Ramwin en we nog Vuurher. Hij is nieuw in de groep. Hij gaat kijken of wij hem bevallen en hij ons bevalt. Dus zondagmiddag, voordat we moeten gaan opruimen, gaan we met elkaar in de kring zitten. Dan wordt er dus ook besproken over de nieuweling. En de nieuweling kan open spreken over ons, hoe het weekend hem bevallen is. Het kan dus ook zeggen dat je inderdaad in zo'n ding open meldt van joh, het was leuk het weekend, maar we denken niet dat jij geschikt bent in onze groep. Want als je niet kan samenleven, samen doen, samen delen, je ik-gericht bent en je denkt dat je alles wel beter weet, ja, weet je, dan pas je niet. Heb je veel vrienden door dit gemaakt? Ja, dit is deze hobby. Het zijn geen vrienden meer. Je praat over je familie. Dit zijn geen vrienden meer. Alle mensen die achter mij staan, dat is familie van mij. Dat is, ik weet gewoon, als ik ze nodig heb, zijn ze er. Dat is ook zo. We helpen elkaar. Het vikinggevoel, het eer en geweten, broederband. Broederband is waar het hier om draait. Vergooi je broederband hier ook. Je komt nooit meer binnen. Dat is klaar. Ja? Dan ben je besmet voor altijd. En dan houdt het op. Als ik hier zou schreeuwen van, oh, ik word bestolen. Nou, ik weet, binnen 6 seconden staat die 10 man. En als ik moet vechten, die ook echt tot de laatste snik. Dat is gewoon hoe het gaat. Dat doe je. Ik zou heel graag willen belwerpen, nu ik hier toch ben. Ja, dat kan. Hij staat wel aan, hij hoeft alleen maar zo vast te houden. Vast te houden. Dat kan ik. Wel eens zoiets gedaan? Nee, ik heb nog nooit een bel geworpen. Okay. Misschien komt het wel van pas in de toekomst, maar... Oké. Succes! Ja, dankjewel. Je bent gewoon een natuurtalentje. Ja, eigenlijk gewoon een viking. Ja! Ik was een jaar bij de vikingen en hoe bevalt het? Ja, goed. Ja? Ja, het is heel relaxed, wat je zelf eigenlijk ook al zei. Hè? Geen mobiel, geen moderne technieken, gewoon back to basic. En gebeurde ook van, zijn er ook roddels? Zijn er zo van, nou vannacht heeft Frutte Wewe in de tent gelegen. Is dat ook? Nee, helaas heb ik dat nog nooit meegemaakt. Oh. Ja, want iedereen is namelijk heel erg zo getrouwd en kinderen en het is allemaal heel erg... Ja, voor je het weet heb je ook een bel in je voorhoofd. Dus je moet ook niet... Zou ik het niet proberen. Wat is er zo leuk aan deze plek? Dat het één groot artiestenreservaat is. Ja? Is dat zo? Ja. We hebben allemaal een pasje. Oh ja? Ja, heel veel mensen die hier rondlopen. Maar wat vooral fijn is de ongedwongen sfeer. Het zijn allemaal mensen die hun eigen pad kiezen. En die niet zo nodig mee hoeven te lopen met de massa. Niks te bewijzen hebben. En ook van jou niks eisen of vragen. Kijk, ik ben vroeger in mijn jeugd. Werd ik ook niet geaccepteerd. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n houding van, ik heb scheid dan. Ja. En ja, het interesseert mij wat mensen ervan vinden. Het gaat me niet, het doet me geen pijn. En als ze het raar vinden, ze hoeven niet te komen. Er zijn ook mensen die trekken te ver door. Je hebt ook vikingen, die hebben duidelijk een verkeerde rechtse inslag, moet zo maar te zeggen. Maar die worden ook meestal niet echt geaccepteerd binnen het die zitten in hun eigen hoekje. Ja. En dat meestal lost het probleem zich vanzelf op. Ja. We zijn heel inclusief. Hè? Dus dan ben je heel gek als je hier gaat lopen verkondigen dat je mensen wil uitsluiten. En zo. Ze gaan het opwarmen voor het gevecht straks. En dan gaan ze zo wild tekeer. In elke aflevering doe ik natuurlijk echt mee om het te ervaren. Maar er zijn zoveel regels hier met dit gevecht. Dat het nou niet echt voor mij heel erg slim was om nou te denken. Nou weet je, wat doe ik wel even mee.
Als ik hier niet ben, dan mis je dat thuis. Ik zeg gewoon eens tegen mensen in de buitenwereld van, jullie hebben geen idee wat broederband is. Jullie hebben geen idee echt eerlijk zijn tegen mensen. Allemaal recht voor z'n raap, weet je. Dat zijn allemaal jongens met grote bek, klein hartje. En dat werkt zo fijn. En als ik hier morgen aankom en zeg van, jongens, kom dit weekend, ik had geen geld voor eten. Dan zit ik er s'avonds bij als de koning van Kiev. En is het dan lastig om in soms ook die andere wereld te moeten leven? Ja. Dadelijk, we hebben daar nog één markt en daarna komen de 4 maanden van niets. Dat zijn de wintermaanden. En dan ga je het echt missen. Dan ga je echt die broederband ga je missen. Alle mannen hier, die lopen elkaar af en die slaan een arm om elkaar heen en die geven elkaar een knuffel. Allemaal van die hele grote mannen. Je zou het niet verwachten. En dat is wat dit zo speciaal maakt. En ja, daarom mis je natuurlijk ook als je thuis bent. Dat mis je echt heel erg. Ik weet niet, hoe staat het? Sexy. Het is zwaar, man. Ja. Zwaard en schild. Dit is echt alsof ik 4 pakken melk op mijn hoofd heb, zo zwaar. Dit was echt een super intense ervaring. Ik snap heel goed wat ze bedoelen met dat broederschap. We deden op het einde de blot, een soort van ceremoniële offers. En je zag gewoon echt van die hele stoere mannen met die baarden, die echt met natte ogen een toespraak hielden. Dat je opeens ziet, oh ja, het betekent zoveel voor ze. En ik heb ook met heel veel mensen zitten praten en als je iemand gewoon niet kent, dan vertel je soms dingen dat je denkt, oké, dat had ik nog nooit zo snel verteld. Maar dat doe je dan toch. Dus ik denk dat het enorm te maken heeft met de acceptatie die je hier voelt en met die verbroedering. Terwijl ik kom hier gewoon 1 dag en ik zit nu al met een viking te praten over dingen die ik nooit zo snel zou zeggen. Ik ben echt heel blij dat ik zo gastvrij met ze mocht meedoen. Wat zou jij aan Merlin vragen als ze nog leeft? Wil je mijn vriendin zijn? Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis en ik vind het leuk.